Hey, het hoort een plaat van Poort. Om deze kreet komt een eind, want de oudste muziekwinkel van het land sluit de dwarren. Poort Music, onder voorstrek in Leeuwarden, wie hoort voor het laatste iepen. Poort Music, goedemorgen. Ja, het is vandaag de laatste dag, ja. Ja, echt, ja. Ja, heel heftig. En emoties spelen een grote rol nu. Het is afscheid nemen, dat is eigenlijk de laatste maanden al. Maar we laten iets heel moois achter, ja. Het is de laatste weken is het al gigantisch druk. Ja, dat mensen bloemetjes brengen, flessen wijn, ontzettend lieve brieven, kaarten, mailtjes uit Amerika. Het is een hele bijzondere tijd, echt een hele bijzondere tijd. Ja, ja, het is jammer dat ze ermee ophouden natuurlijk, heel jammer. Ja, het is ook jammer in zo'n zaak die er zo lang is geweest. Ik heb hier ook heel veel cd's gekocht. Ja. Het is krekkers, maar ja, ook rouwen daar de verdient werd aan aangezicht in de stad. Ja, dat is altijd jammer natuurlijk. Maar ja, ik heb je wel begrepen. En wat doe jou nou, Joet? Er is nog geen plan B. Dat vroeg een klant vorige week aan mij. En is er al een plan B? Nee, er is nog helemaal niks. Nee, ik ga gewoon het nieuwe jaar in. Zonder garanties, maar die heb jij ook niet. Die heeft niemand. En we zien het wel. Eerst even rust, vakantie. En dan gaan we weer solliciteren. En dat zien we wel. Ja. Nou. Succes. Dankjewel. De 5 pam van Poort Music binnen verkocht en we de ombouwd naar appartementen. En nog zo'n iconische zaak in Leeuwarden houdt er mij op. Maar pien in het hart moet de ijzerwinkel van de familie Rauweda na 85 jaar sluiten. De zaak onder Westerplantage is net goed te berikken. We trok de inkomsten waarom rinnen. Het kind net meer en dat is tegen spietig, want als je het bij Auke Rauweda net vinden kennen, dan bestiet het gewoon net. Ik was altijd even dat ik door de stad moest, even een ritje hier langs, dan moest ik even dit halen of dat halen. Hey, ik moest een klein dingetje, wat knieken of wat schroeven of weet ik wat. Dus ik kwam hier altijd geregeld. Ja, heel vaak. Het is natuurlijk een heel spietig in die zin, ja, het zo lang niet bestaan. Hè? En dat is een begrip in de stad. En ja, natuurlijk, maar alles komt net zo dan. Hè? Ik bedoel, maar het haalt een keer op. Hier komen al heel veel mensen langs, hè, die ik al jaren ken natuurlijk, die ook al jaren komen. En die nemen ook allemaal even afscheid. Nou, dat doet mij heel goed. We hebben dus nu een nieuwe zaak op de Celsiusweg. We hebben ook een zaak op het Verlengde Schrans en dat loopt er allemaal heel erg goed. En ja, dit moeten we sluiten omdat het hier eigenlijk allemaal veel te groot is. Het is heel jammer, want we hebben hier altijd met heel veel plezier gewerkt.